Surf nu naar www.helesexykinderkleertjes.nl. Ga op zoek naar de ware liefde. Maar hoe kan je de ware vinden? Als je niet je ware zelf durft te zijn. Deze zomer helpen we jonge vrijgezellen om hun masker af te zetten. In een zoektocht naar hun ware zelf en de ware liefde. Dit is Dating on Drugs. Grappig. Daar heb ik me ook nog voor aangemeld, maar nooit meer iets van gehoord. Dates zoals je ze nog nooit gezien hebt. Dankzij wat lekkers van onze drugshond. En dat zorgt voor intieme en oprechte momenten. Jammer dat je hier niet aan mee hebt gedaan. Dit is volgens mij hele goede tv en helemaal perfect voor tv-avondje. Straks na de reclame maken we kennis met een nieuwe liefdesjunk. Roy Bloothoofd. Dating on drugs. Zo puur en onversneden was de liefde nog nooit. Dating on drugs. Je kent het wel. Je hebt op vrijdagavond lekker rotti besteld. En op woensdag ruik je handen niet meer naar rotti. Dat moet anders kunnen. En daarom is er nu Ruud's Rotti handzeep. Zodat jouw handen alle dagen van de week heerlijk naar rotti ruiken. Ons geheime recept met meer dan 40 kruiden en specerijen garandeert die echte penetrante rotti geur 24/7. Nu te koop bij de drogist en de Betere Rottizaken. Dit product kan sporen van pindas en vlees bevatten. Kom op tv, kom op tv, kom op tv, kom op tv. Vind je het niet spannend dat je helemaal niks herinnert? Nee, joh, het is een datingprogramma. Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Wanneer begint het nou? Ja, als deze kutreclame voorbij is. Rotti kip met ei. Oh, rotti kip met ei. Hoe lang kun je aan je vingers ruiken? Nee, niet wegzetten. Gewoon ordinair snoep, zonder al die stomme vitamintjes en met alle E-nummers. Allemaal! Dit zijn excuses aan voor de tweede vergisgenocide van dit jaar. Hij belooft dat hij de volgende keer de juiste etnische groepering zal uitroeien. Nu in de bioscoop, Verliefd op Tenerife, met Jim Bakken. Jim Bakken, Jim Bakken, Sir Jim Spacefighter, Jim Bakken. Oh, wat is dit lekker. Nu ook verkrijgbaar in de geuren, zware check en haring met ui. Welkom terug bij Dating on Drugs. Vorige week in Dating on Drugs zagen we dat de ontluikende liefde tussen Pauline en Evert jammer genoeg doodbloedde. Maar gelukkig hebben we deze week weer twee kerstverse kandidaten voor jullie die we helemaal gaan volstampen met verdovende middelen. Hoi, ik ben Roy, 29, acteur. Ik ben al vaker op tv geweest. Je kan me kennen van dat ik in het publiek heb gezeten bij heel veel quizzen. En de Nationale Dodenherdenking. Ja, dat was ik. De ideale vrouw draagt mij op handen en voeten. En ik doe dus mee aan dit programma omdat ik natuurlijk op zoek ben naar exposure. Oh ja, en dus de ware liefde. Roy had duidelijk nog erg last van het masker dat hij droeg. Maar gelukkig is hier onze drugshond om hem daarvan af te helpen door te grabbelen in de doos van delirium. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Kunnen we misschien iets anders kijken? Speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking. Na een royale tractatie van de drugshond is Roy helemaal klaar om de ware liefde te vinden. En terwijl hij van het pad af het pad der liefde bewandelt, stellen we je graag voor aan kandidaat nummer 2. Hoi, ik ben Selma. Ik ben een verlegen en lief meisje. Volgens mij ken ik er ergens van. Ja, van de opnames, lamlul. Oh ja. Ik ben echt op zoek naar een connectie. Mijn ideale man is blond, 29, acteur. Hij heet bijvoorbeeld Roy. En zijn achternaam is misschien bijvoorbeeld Bloothoofd en hij wil op handen en voeten gedraagd worden. Ons team is nacht en dag bezig geweest om die ene match voor Selma te vinden. Iemand waar ze echt die connectie mee aan kan gaan. Maar nu eerst... de doos van delirium. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieky skeletons. Dus kijken of Selma nu nog steeds overlegen is. Ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg eenzaam en ik ben hier maar met één doel en één doel alleen. Roy, ik zit al maanden achter hem aan, ik zie alles wat hij doet. Ik kom ineens buiten, ik durfde vroeger nooit naar buiten omdat de bomen me dan willen pakken. En de ratten in mijn hoofd dan nog harder gaan knagen.
zij? Wat is het voor spul dat wat ik heb gekregen? Gaat het eigenlijk wel goed samen met antipsychotica? Zo, ik was haar vergeten. Wie is dat dan? Dat is dus mijn fan. Toch leuk voor zo'n meisje dat ze een keer met mij heeft mogen daten. Tijd voor de eerste liefdesdate. Ah! Oh my god, je bent het echt. Ik wist het wel. Ik heb een welkomstcadeautje bij me. We gaan het meteen gezellig maken. Wat dacht je toen ik binnenkwam lopen? Denk je dat wij een connectie hebben? Ik voel wel dat er iets groeit tussen ons. Is liefde voor jou belangrijk? Zo, ik voel me goed. En ik heb dorst. Selma weet wel hoe ze moet binnenkomen. Ha, maar of alles ook binnenkomt bij Roy. Straks mogen Roy en Selma verder op zoek naar hun connectie. En gaan ze samen op trip. Ja, want ik had je op tv gezien in het publiek bij Pick of Cont. En ik had je ook op tv gezien in het publiek bij Op Schoot bij Boem Boem Bertje. En toen ging mijn hartje open. Toen wilde ik jou likken van je kruintje tot je teentjes. Maar nu eerst, reclame! Nee, weer reclame. Net op tijd, bammen. Hey, zou jij niet even een lekker blokje kaas voor me afsnijden? Nee, die komt zo eten, maar er is altijd veel te veel voor met z'n tweeën, dus je mag daar wel wat van. Ik vind het maar niks hoor. Ga je toch lekker naar je eigen huis? Dit is mijn eigen huis. Ja, oké, ik verga ook van de honger, maar het komt zo. Hé, hey, die maat van je. Ik dacht dat hij acteur was. Dit kan je niet echt acteren noemen. Roy heeft heus wel door dat hij tv aan het maken is hoor. En hij is natuurlijk nu ook het merk Roy Bloothoofd aan het uitrollen. Hallo, ik ben Ernst. En ik heb een lampenwinkel. En... lampenwinkel. En ik heb heel veel lampen, maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn een hoop winkels met nog meer lampen en betere lampen. En die lampenwinkel zijn ook een stuk goedkoper dan mijn lampenwinkel. Dus ik snap wel waarom je je lampen liever ergens anders koopt. Voor mij en mijn lampenwinkel zou het heel fijn zijn als je die bij mij koopt. Maar ik wil je vooral niet dwingen. Wat een lul. Dus kijk naar mijn website Ernst. Lampenwinkel, maar weet je wat, vergeet dat ik erover gesproken heb. Kies lekker zelf waar je je lampen koopt. Hey, bestel even een lamp bij Ernst, want ik zit nu in het donker te bammen. Oh nee, ik weiger bij hem te kopen, ik vertrouw hem niet. Welkom terug bij Dating on Drugs. Het begint weer. Maar nu eerst reclame. Wat? Hi, ik ben Ernst alweer en ja, het zat me toch niet lekker dat ik puur voor eigen gewin mijn eigen lampenwinkel ging verkopen. Terwijl er vorige week naast mij nog een lampenwinkel is geopend door een ontzettend leuk, lief, jong stel. Nou, die kunnen geen commercial betalen. Ik eigenlijk ook niet. Maar bij deze wil ik jullie op attenderen dat naast Ernst's lampenwinkel misschien wel betere en goedkopere lampenwinkel zit. Dus kijk daar eerst misschien maar even. Daar ga ik een lamp kopen. Dat zal je leren, Ernst. Hond. Ja, mam, dan maak je toch iedereen wakker? Het is nu op tv. Ik ben zo goed.